Jorgen vanuit Gamingcast en welkom bij een nieuwe episode van Cube World. En vandaag gaan we eindelijk een dungeon of een eindbaas pakken. En zoals jullie zien linksboven ben ik inmiddels al level 11 en heb ik een pet. Zoals jullie zien is het Bark Beetle. Die ik heb gefixt. Die kan je temmen met brood geloof ik. Ja, met bread. Maar ik sta nu niet voor niets bij crafting dingen. Want ik wil eventjes een geloof ik armor maken. Wacht even. Sowieso eerst even deze spinnen hier. Oh, kan dat hier niet? Oh, crap. Wat doe ik nou weer? Hout, heb ik dat nog? Kan ik wooden cubes maken? Let me check. Een paar. Dus dat kwam ik hier doen. Ik was even vergeten wat ik hier kwam doen. Dus we gaan eerst deze maken. En deze zijn waarschijnlijk voor mijn mage gewoon. Wooden cubes, want dan kan je je staf mee upgraden. Laat ik even mijn lamp aandoen. Oh, so nice, de lamp. We gaan zo meteen ook even slapen. Zodat het weer dag is. Even kijken hoor, waar moet ik heen? Ik geloof deze kant op. Ja, dit is crafting district, dus ik moet deze kant op. Om te craften. Even kijken hoor. Hier is de sawmill, of niet? Nee, oh nee, hier is de furnace. Oké, nice. Hier kunnen ze al onze iron omsmelten en zo. Ik heb nog een aantal cubes kunnen vinden. Maar we gaan nu eventjes dus, ik geloof, een shoulders maken. Ik dacht nieuwe shoulders. Die een stukje beter zijn, geloof ik. Ik zal zo even laten zien welke ik bedoel. Die heb ik net, geloof ik, geleerd te maken. Dus, let's go. Nog één. En here we go. Oké, één extra gekregen. Nice. Ik zal het even laten zien. Crafting. Armor en deze schouders gaan we maken. En je kan nu even de stats vergelijken. Maar het gaat me voornamelijk ook om het tempo. Nou, het is toch een stuk beter, want het is voor mijn power level. We zijn nu power level 34 hier, zo kun je het zien. Level 11 zijn we. En nou, we hebben al zieke tempo, 120%, best nice. Ik had 121.7, maar ja, doordat ik dingen upgrade valt soms ook wat tempo weg. Wat nog meer? Wat kunnen we nog meer omsmelten bij de furnace? Volgens mij niet zoveel. Nog wat gold. Laten we dat ook even meteen doen. We hebben dat ook gehad, want ik heb echt ziek veel stuff. Want ik heb gisteren een heel aantal dungeons gepakt. Off-camera, want ja, ik was even op mijn laptop bezig. Dus vandaar. Even kijken hoor. Wat kunnen we dat hier maken? Of hebben we daar... Oh, requires loom. Oké, we hebben 2 emeralds nodig. Dat vind ik eigenlijk wel balen. Maar ja, ze moeten ook gebruikt worden, zou ik zeggen. Dit zwaard is bijna beter. Wacht even. Het is hetzelfde zwaard. Zie ik net. Oh, deze hebben we gemaakt. Oh ja, wacht. Dit zwaard heb ik niet met jullie op camera gemaakt. Dit zwaard is ziek. Hier, kijk. Zie je dat oranje puntje linksboven op mijn zwaard? Dat heb ik zelf toegevoegd. En die 2 iron cubes daar... ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Die heb ik toegevoegd. En ja, ik heb natuurlijk mijn armor geüpgrade. Echt voor het leven gewoon. Het is echt niet normaal. Het is nu echt al ziek nice armor. Kijk, ik heb allemaal van die groene... ringen en zo. En nou, groen zwaard. Allemaal van die groene overpowerde dingen. Dus heel nice. We worden al sterk. Alleen nu eventjes zoeken naar die loom. Volgens mij is die daar ergens. Maar dit zwaard gaan we dus zo meteen even een test geven. En kijken of hij die eindbaas kan verslaan. Ik denk het wel dit keer. Want vorige keer toen we die eindbaas gingen proberen waren we level 5 of zo. Ik weet niet meer precies welk level, maar ik geloof zoiets. Maar nu... Oh, crap, ik kan niet natuurlijk. Ik heb te veel. Oh, ik heb al 50. Even kijken hoor. Hier moeten we het armor maken, geloof ik. Ja, hier kunnen we deze maken, dacht ik. Requires loom. Dus laten we maken. Shoulder armor, nice. Oké, volgens mij ook een stuk meer tempo weer erbij. Even kijken hoor, even vergelijken. Ja, 1% meer tempo erbij. Dus als ik dit nu doe, ja, 121% zitten we weer. En de armor rating gaat nu ook weer omhoog, which is nice. Alright, let me check. Nu kunnen we weer wat nieuwe spinnen. Cotton yarn. Laten we dat ook maar meteen doen. En dan gaan we richting de dungeon. Dus, eventjes deze snel afcraften. Oké, kan niet verder. Ik heb alweer 50 waarschijnlijk. Kunnen we nog meer craften? Ja, we moeten zo meteen even wat health potions craften. Oh ja, ik zal meteen ook even laten zien hoe de potions met je level meegaan. Je begint dus met een potion van 200. En met power level 17 krijg je volgens mij deze potions. Bij power level 29 krijg je deze potions. Dus het gaan allemaal meer life points. Dus begin bij 200. Dan 282. En deze geeft al 362. Dus heel nice. Dus gewoon een volg upgrade. Dat is het eigenlijk.
En dan heb ik nu eventjes... Oh ja, trouwens, je voedsel die upgrade ook mee. Want deze is nu plus 34, dus die geeft nu 400 HP. En de eerste Gingen Soup geeft 200 HP. Dus dat is al niet een verschil. Maar, laten we nu naar de dungeon gaan. Ik slaap even snel en ik zie jullie op weg naar de dungeon. Dus tot zo. Ah, nice. Mijn ketting kleurt al een beetje bij de emeralds. Haha. Give me some of that. Ook al geven ze er maar één, boeien. Let's do this. Ik dacht, ik neem jullie heel eventjes mee door deze cave. En we zijn ook al bijna bij de bestemming. Deze pet gaat helemaal niks doen. Haha. Deze marshmallow pakken. We zijn bijna bij de boss. Dus ja, bereid je maar alvast voor. Wow, zit die iron geglitcht in de muur? Ik ga weg. Volgens mij zit deze iron geglitcht in de muur. Oké, daar kunnen we dan niks mee helaas. Maar we hebben toch nog hier wat vandaan gehad. Dus nice. Laten we deze kant weer opgaan. Hier, kijk, we zijn vlakbij nu in principe. Dus we lopen wel even het laatste stukje. En heel misschien kunnen we wel twee dungeons vandaag nemen. Ja, dit is niet echt een dungeon eigenlijk. Dit is meer een... gewoon een open eindbaas, hoe moet je zeggen. Dus daar gaan we nu even heen. En kijken of we onderweg nog iets tegenkomen om te slopen. We moeten ook nog eventjes zoeken naar hardflowers. Dus als we die ook nog tegenkomen, pak ik die ook even op. Oh, trouwens, dit is wel heel moeilijk om te laten liggen, deze beesten. Want die lemon beetles zijn zieke XP. Dus laten we deze ook eventjes onderweg afmaken. Ik ga die hele groep proberen bij elkaar te krijgen. Dus let's go. Dan allemaal volgen. Kijken of ze allemaal tegelijk aan kan. Denk ik wel, moet ik zeggen. Hup. Oké, here we go. Oh ja, trouwens, dat is een nieuwe move. Die hadden jullie waarschijnlijk niet gezien. Maar, nice XP. zo zie je maar. Handig om lemon beetles te pakken. Dat is goede XP. Dat kan ik jullie meegeven. We zijn nu bijna. Ja, we zijn er nu bijna. Ik moet even kijken wat ik nog wil doen. Oh ja, ik wil hardflowers. Hoeveel heb ik er nog? Even kijken hoor. We kunnen dus potions craften die van ons level zijn. Ik heb nog 5 hardflowers, dus dat is niet zo heel veel. Ik vraag me af of we daarmee gaan redden, maar ik hoop het wel. Ik heb hier als goed nog potions. Ja, ik heb hier nog potions. Oh, wacht trouwens. We hebben er nog 17, dus dat gaan we zeker redden, denk ik. Nice. Oké. Oh, leg spike. Even kijken of hier nog wat binnen is in deze cave. Yep, some iron. Nice. Take that. Deze best. Nog even oud. Nice. Oké, dat zie ik snel. Misschien is hier nog wat? Nee. Oké, jammer. Je moet altijd even kijken of er nog wat in de cave zit. Waarom niet? We zijn nu toch op weg naar... jij vraagt er ook om. Later. Haha. We worden echt ziek sterk, jongens. Het wordt echt nice. Level 11 al trouwens ook, dus op een gegeven moment moeten we ook naar betere plekken gaan, zou ik zeggen. Even snel wat eten. Doe eerst wat deze even opeten. Deze geeft nu ook al 4. Volgens mij gaf hij eerst 2 per ding, hè. Maar dat weet ik eigenlijk niet eens meer zeker. Oké, we zitten weer vol. We kunnen gaan. Hoe ver is het nog? Nee, het is nu echt heel dichtbij. Dus we gaan zo meteen de skellies en zo zien komen, als het goed is. Hier zal het wel ergens zijn, denk ik. Ja, daar beneden was het volgens mij. We gingen de vorige episode geloof ik dood. Of de episode daarvoor, kan ook wel. Ik weet niet meer, eigenlijk. Maar in ieder geval, ik wou nog even zeggen dat dit de laatste episode is voordat ik wegga. Dus, die zit het heel even met niks dan moet... Oh, crap, weer een lagspike. En emeralds for life. Oh, ze kleuren weer naar huis met mijn ketting. Ik ben dus weg. Voor degene die het jammer vinden. Daarom upload ik nu even de ziekte video's achter elkaar. Een stuk of 4 of zo. Dan moet je het heel even mee doen. Ik ga jullie dan over 3 weken of zo weer zien. En dan gaan we weer verder met de upload frenzy. Maar ja. Dus dan weten jullie dat ik even weg ben. Alright, let me get this iron. En we gaan nu als het goed is gewoon naar de boss toe. Even snel met deze bed afrekenen. Nice, oké. Here we go. Daar is nog even een kampvuur. Dan kunnen we nog heel even snel onze laatste HP'tjes bij elkaar schokkelen. Dus doe je zwaard even weg. Dankjewel, precies op het goede moment. Huppakee, we zijn weer vol generate. Oh, crap. En hier zo kunnen we... we kunnen trouwens nog een extra geüpgrade Gingen Soup maken. Dan laat ik maar even een paar maken. Gewoon, voor de zekerheid. Altijd handig. Zo, voldoende. We gaan nu eventjes kijken of die hier in de buurt is. Zo, zou hier moeten zijn. Ja, daar is die al. Nice. Oké, vorige keer gingen we door deze guy hard dood. Maar ik denk dat we nu deze guy hard gaan ownen. Het is gewoon een undead. Het is wel een mage. Dus eigenlijk wel vervelend. Maar ja. Kijken of we in de stealth modus kunnen gaan. Is die lamp uit. En stealth modus. Dat is wel een grappige modus eigenlijk, vind ik zelf.
En je wordt onzichtbaar. Volgens mij had het vorige episode ook al een keer geprobeerd. Alleen, het is niet echt werkbaar voor mij nog. Maar je kan heel dichtbij komen, volgens mij, zonder dat hij het doorheeft. Wat is dit? Is dit ook een enemy? Ja, zeker een enemy. Die undead. Ja, kijk, je kan nu gewoon zo dichtbij komen zonder dat hij het doorheeft. En hij heeft hem nog steeds niet door. Lol. Je kan gewoon bijna tegen hem aan gaan staan. Dat is best droog eigenlijk. En dan geven ze gewoon lekker een surprise attack, zou ik zeggen. Dus 3, 2, 1. Oké, are you ready for this? Are you ready for this, Bark Beetle? Are you ready for this? No, ik ben niet ready eigenlijk. Maar let's do this. Oh yeah. Laten we deze guy pakken. Haha. Nice. Kick his ass. Die andere is al dood te kleinen. Nice. Oké, dit gaat echt een stuk beter dan ik had gedacht eigenlijk. Ik dacht dat het nog wel een beter challenge ging worden. Nou, misschien wordt het nog. Je weet het niet. Maar voor nu wordt deze guy echt hard in elkaar geslagen. Check the damage. Oh man. He's getting old. Getting his ass kicked, jongen. Holy crap. Hoppa, special attack. Oh, er zit even een lag spike in. Deze vent gaat klappen. Want dat is niet eerlijk. 2 tegen 1. Zo. Oh, er komt weer een bij kijken. Nou, ik ga lekker vol op deze. En bam. Alright. Oké, deze vent afmaken. Ja, die andere zijn helemaal geen partij meer. Deze is nog wel een beetje een partij. Maar vind ik ook nog echt meevallen. Ik had er meer van verwacht, eerlijk gezegd. Nou, kom even bij mij mee, jongen. Dat werkt wat beter. Oh, wil je niet meekomen? Oké. Okay. Nou, dan maar op dit kleine stukje vechten helaas. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij even mee zou lopen, maar dat doet hij natuurlijk weer niet. Luister niet naar mij. Oh, jij gaat ook ophouden. Je gaat niet mijn bark virus. Denk het zelf. Hij denkt, dit is aan alles. Oké, special attack. En verder gaan we knokken. Oh, crap, ik heb mijn potions niet eens geklikt. Snel. Stap, kom op, open, top. Ah, kom op, tap, open. Oh, come on. Oh ja, daar is het. Tap en potions op de bar gezet. Ja, het menu lekt af en toe nog wel een beetje. Dat is een beetje jammer. Maar ja, bam. Oh, look at that damage. Zoveel damage. Oké, ik heb even zo'n potion. Die ventjes, die moet echt... Dat is gewoon eerlijk. Deze but yeah. Jij stopt even met een beetje. Ik krijg even harde klappen. Oh, nog een beetje. Dat is oneerlijk, man. Stop ermee. Ja, weg. Ik ga wat anders doen. Ga iemand anders vervelen. Maar niet mij. Hoppakee. Special attack. Bam. Knocked out. En even snel een potion. Nice. Oké, nu pakken we hem weer. Vorige keer weet ik nog wel echt dat het echt een hopeloos poging was. Maar nu gaat het een stuk beter. Bam. Weer knocked out. En oh, we hebben voor mijn special attack geglitcht. Ik ben het. Heel even. Bam. Wow. Oké, we doen echt damage, jongen. Dat is echt niet normaal. Dat is echt serieus. En hij doet ook gewoon bijna geen damage meer op ons gang. Want we zijn veel te overpowered. We hebben best wel een lekker tempo in de slag zitten. Dus daar ben ik ook wel blij mee met een 121% tempo. Ja, hij kan eigenlijk niet zoveel doen. Ik kan alleen maar wachten totdat hij geowned wordt. En bam, weer nog knocked out. Hoppakee. Dit gaat echt... no chance alweer, hè. Alright, let's get him down. Waarschijnlijk gaat hij zo'n potion drinken. Dat zou me niks verbazen, want hij is bijna down. Boom, 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 boom. Oh, yo. Oké, daar werd hij even helemaal weggespeeld. Nice. Oké, als het goed zijn we nu meer platinum coins. Even kijken hoor, als mijn inventory opent. Oké, nee, hij is hem even gespaced. Oké, nice, thank you. Ja, we hebben nu 44 platinum coins. Dat is wel aardig wat. Maar ik ben erachter gekomen dat je met platinum coins niet... Dat gaat niet met dit samen, met goud, zilver en koper. Goud, zilver en koper is apart. Met platinum coins kan je geloof ik je wapens en zo kan je upgraden naar je level. Ja, laten we het even oppakken. Fire Spirit voor level 15. Voor power level 15, kijk. Dat is een beetje jammer. Ik had eigenlijk gehoopt op een betere Fire Spirit, want... Oh ja, trouwens, deze is erg nice. Power level 29, die kunnen we misschien nog op dat zwaard zetten of zo. Om hem sterker te maken, maar... Spirits hebben dus een bepaald power level. En die passen dus ook wel bij je of niet. We gaan gewoon richting die quest lopen. Hopelijk is dat een goede quest. Maar ja, spirits hebben dus een power level. En hoe hoger het level, ja, in principe hoe beter. Want
Nou, ik moet eigenlijk zo zeggen, ze passen bij jouw level, de spirits. Dus als je een zwaard hebt van level 15 en je hebt een spirit van level 1, dan past die er niet op. Maar heb je dan ook een spirit van level 15, dan past die er wel op. Zo werkt het. Maar ja, ik heb nu dus eigenlijk niet echt hele goede spirits die ik kan gebruiken, helaas. Maar ik denk dat als ik betere eindbaas ga verslaan, dat het ja, beter gaat, laat maar zeggen, dat ik betere spirits krijg. Dus daar moeten we nog heel eventjes op wachten. Maar wat is dit? Een dakpil. Ja, laten we wel even alleen anders. Ik loop alvast even naar de volgende dungeon. En dan zie ik jullie daar. Tot zo. Trouwens, jongens, ik heb iets veel leukers. Ik kwam er net achter dat ik nog skillpoints over had. En nu heb ik de Wood Hang Glider kunnen we nu gebruiken. Dus laten we hem eventjes testen voor de grap, jongens. Waarom niet? Dus we gaan op deze berg, helemaal bovenaan. En dan gaan we er vanaf proberen te gliden. Dus even kijken hoor. Kan ik het beste vanaf hier, van dit punt? Ik denk het wel. Dus en dan G. Yes, nice. Oh, this is awesome actually. Ja, een hangglider dus. Ik weet niet precies hoe je dit ding moet besturen. Oh, trouwens even een little leg spike. Maar ik dacht, laten we het voor de grap eens een keer proberen. Want ik had nog skill points over, dus wel nice. Laten we hier even op landen. En dan krijgen we nieuwe stemmen erbij. Oh, crap. Knocked out. we kunnen het nu nog een keer doen. Even onze stemmen laten rechargen. En dan zijn we in principe alweer bijna bij de volgende dungeon. Zoals jullie zien. Of tenminste, quest. Niks in de buurt verder. Nee, dit is de dichtstbijzijnde. Dus dan gaan we ook voor deze. Dus, ja. Laten we nog eventjes van de special gebruiken. Nice. Oké, we gaan proberen hier bovenop te komen. Stamina wordt vol gebruikt nu op dit moment. En nice. Oké, dit is eigenlijk best wel awesome om te doen voor de lol. Gewoon met de hangglider een beetje rondvliegen. Maar hoe langer je... Even kijken hoor. Gaan naar skill points. Hoe vaker je dit upgrade, hoe langer je geloof ik in de lucht kan blijven. Ja, des te minder stamina gebruikt hij volgens mij. En flying speed gaat omhoog. Dat is trouwens ook nice. Oké. Van deze weer af. Ja joh, let's do this. Ja, leuk om te gebruiken, hangglider, moet ik zeggen. Leuke feature. Het zou ze ook in Minecraft moeten hebben. Nee, grapje, dat is niet leuk. Het hoort wel een beetje bij andere games en zo. Maar dit is echt een perfect spel. Oh, trouwens, dat was een perfecte landing. Lol, we lopen nu nog met dit ding. Misschien kunnen we ergens vanaf jumpen of zo. En dan gaan... Oh, crap, dat ging niet helemaal goed. En dan ga ik zo weer verder met de journey naar de... ja, naar de dungeon. Want dat is eigenlijk eindelijk het doel van... Ja, wat ik net wou bereiken eigenlijk. Niet per se voor hanggliden. Here we go. Up the mountain. No. Oké, hoe ver is het nog? Oh, wel. Nee, we lopen er gewoon even heen. Dat kan nog wel, denk ik. Nog een keer hanggliding. Nice. Oké, heel rustig landen. Oh, nee. Niet, dat was niet heel rustig. Oh, crap. Oké, ik krijg toch weer lading issues. Nou, wacht even. Ik laat het even laden en dan ben ik zo bij jullie terug. En ik loop wel even door naar de dungeon alsnog. Tot zo. Aangekomen in de mountains van, hoe heet ze? Lukuka Mountains. Nice, oké. Hier ergens moet de bos zijn, dus nou, we gaan even zoeken. We zitten nu in de Lukuka Mountains. Nice. So let's check them out, zou ik zeggen. En kijken of er een bos te vinden valt. En even kijken wat voor beesten er rondlopen hier zo. Er stond bij dat die blauw was. Oh, kom op, krijgen we nou weer render issues? Even kijken hoor. Ja, hij is blauw, dus volgens mij is hij dan voor ons... Wow. Slime plus 1. Oké, ik wist niet dat jij hier zou rondlopen, maar get out of here. 7 XP, wauw. Oké, dat is best veel. 2 keer 7 XP in een mum van tijd eigenlijk. Oh ja, ik zie de bos al op het kaartje. Voor degenen die niet weten wat de bos is, dat is dit puntje, ja, dat hoofdje. Hij loopt nu. Haha. Oké, laten we daarheen gaan en hem een lesje leren dat hij hier niet moet zijn. This is our terrain, guys. Our terrain. Let's do this. Boom. Oh, jongen. Echt. Ga terug naar de magierschool of zo. Oké, ze hebben mij nu. Get them down. Get them down. Get them down. Nice. Oké, ze zijn toch nog sterker dan ik dacht eigenlijk. Maar boeien, we pakken ze wel allemaal één voor één. Silk chest armor. Oké, die ziet er best goed uit. Laat me eventjes... Oh, daar is de baas al trouwens. Wat is het? Ik kan het even niet zien vanaf hier. Is het voor mij? Nee, is voor een mage. Oké, ik dacht al. Was wel awesome geweest als het voor mij was geweest. Maar ja, let's go. Laten we even snel een slaapje doen. Voor de HP weer terug te krijgen. En ik hoop dat 14 potions genoeg is.
Even kijken of we nog meer kunnen craften. Volgens mij niet. Ja, we kunnen nog één extra craften. Nou, misschien helpt het. Misschien niet. Extra ginjang soup. Voor als het echt uit de hand loopt. Maar ik denk niet dat het zo erg gaat worden. Laten we deze groep eerst even pakken, denk ik. Dan krijgen we daar geen last van tijdens het vechten. Ja, laten we gewoon pakken, denk ik. Boom! Oh, crap. Knocked out. Oh, yo. De damage van die aanval is super chill. En die mages zijn nog best wel sterk. Oh, trouwens. Handmade silk chest armor. Is dat weer voor een mage? Dan ga ik die toch echt overtraden naar mijn mage. Even kijken hoor. Handmade silk chest armor. Zou een van deze moeten zijn, toch? Ah, wacht. Waar is die nou? Handmade silk chest armor. Waarom kan ik hem niet vinden? Ja, you received handmade silk... Oh, wacht, is deze het? Ja, oh ja, is voor een mage. Oh, beter, die ga ik overzetten. Tempo 5,1%. Nog beter dan mijn tempo op deze klas. Oké, daar is de baas. Volgens mij is het een warrior. Ja, zo te zien wel. Nou, laten we hem gewoon even uitdagen voor een leuk gevecht. Dus ik hoop dat niet te veel andere mobs gaan helpen. Maar ja, dat zien we dan gauw genoeg wel eigenlijk. Gaan we weer in stealth modus naar hem toe? Ja, let's do this. Gewoon voor de lol, zodat je hem naast hem kan staan. Let's do this. Oké, stealth mode wordt geactiveerd. En we maken ons klaar voor het meestergevecht met deze guy. Oh, yo, het is wel een plus 1 baas. Dus deze is wel een stuk sterker waarschijnlijk. Maar ja, dat doet er niet toe. Die guy daarachter is ook plus 1. Dit is gewoon überhaupt... Oh, hij heeft me gezien. Oké, het gevecht is geopend. Nee. Yo, special attack erop gooien. Oké, volgens mij gaat het wel te doen worden. Alleen hij is wel sterker dan die andere guy van de net. Ja, hij is een stuk sterker. Wow, potion. Oké, hij is een stuk sterker dan die andere gast. Oké, eventjes snel naar de bedden leiden. Deze guy. Want hij moet wel meelopen. En hij is behoorlijk boos zo te zien. Dus goed ook. Laten we hem even nog houden. Oké. Dit wordt echt nog moeilijk trouwens, deze baas. Hij is behoorlijk sterk. We moeten hem proberen zo vaak mogelijk knock-out te krijgen. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet echt helemaal garanderen natuurlijk. Oh, die deed pijn alweer. Oh, oké, ik heb meer potions nodig als het zo doorgaat. Laten we proberen die attack te vermijden. Misschien moet ik hem wel met special attacks gaan afmaken. Wow, oké, en attack. Oké, misschien ren ik gewoon wel weg en wacht ik gewoon steeds tot mijn special attacks zijn geladen. Want hij heeft behoorlijk sterke aanvalsmanoeuvres. Die ik het liefste graag wil vermijden. Nu gaan we gewoon vol in de aanval. En counterattack. Wow, oké, die is erg. Die is sterk, die aanval, man. Oké, even snel potion drinken. We hebben er nog 12. Dat ga ik waarschijnlijk niet redden als het zo doorgaat. Dus ik moet een beetje proberen te besparen. Ik heb weer een special attack. Hij ook. Hij heeft een spek geladen. Hij mist. En ik... Oh, ik raak hem nu. Ja, oké, nice. Dit gaat nog misschien een lang gevecht worden. Holy crap. Oké, ja, sla mijn bieden maar. Niet mij. Good job. Oké, en het is misschien een beetje een laggy gevecht. Wow, oké, die bedden en kampvuren die blokken mij ook trouwens. Which kind of sucks. Nou, laten we gewoon weer verder knokken. En hij is toch sterker dan ik had verwacht. Wat doet hij daar eigenlijk? Is een soort... Oh man, nu hebben we hem. Oh man. Oh nee, snel. Potion. Daar hadden we echt een zieke nice combo met echt special attacks. Laat ik snel even... 3 werk. Oké, nice. It worked. 1 als tegen counterattack. Nicely. Potion. Oké. Het gaat nog goed, maar hij is wel erg sterk, moet ik zeggen. Dus laten we eventjes weer wachten op die special attack die gerecharged is. Het is niet echt een optimale battling arena, dit. Dat is ook wel een beetje balen. Wow! Oké, die deed pijn. Die deed echt pijn. Oh, yo. Oké, dit wordt misschien nog echt een hele lastige. Ja, het wordt denk ik gewoon wachten op die special attacks, denk ik. Dus ik denk dat ik anders even een deel van het gevecht skip. En deze vent gaat weer even knock out. Knock, jongen. Wow! Oké, nice. En spec. Ik denk dat dat bijna het enige is wat ik ga doen. Gewoon puur special attacken. En dan heb ik hem wel, denk ik. Maar anders is het echt een heel moeilijke opponent. Oké, wacht. Laat ik even snel slapen. Ah, lekker Bark Beetle. Oh, nee. Oké, nu gaat hij weer op mij. Ik denk, ik ga even slapen. Waarom niet tijdens een gevecht?
Alright, volle focus nu. Boom, volle special attack erachteraan weer. Ja, maar het is gewoon wachten tot de special attacks geladen zijn. En dan pak ik gewoon in de counter attack pak ik hem. Dus ik switch wel weer als hij bijna down is, hoop ik. En ik hoop dat ik niet te veel potions moet... Oh crap, ik zit vast. Ik hoop dat ik niet te veel potions moet drinken. Anders zou het een beetje zuigen, want ik heb niet zoveel, moet ik zeggen. Dus, nou, ik ben zo bij je terug. Oké, het is tijd voor de retry. Ik ging op een gegeven moment dood door een of andere zieke special attack van hem. Maar ik heb mijn armor geüpgrade. Nou, geüpgrade. Ik kreeg net een best wel basis drop. Die me veel meer critical hit heeft gegeven. Dus ik heb nu 9,4%. Er is wel een stuk tempo vanaf. Een stuk of 4%. Maar ja, daar moeten we dan maar mee leven. Ik bedoel, ik heb besloten dus full critical te gaan gewoon. Deze heeft ook 2,1% critical. En deze had veel meer tempo, die andere ring die ik had. Dus dat switch ik straks wel weer terug daarna. Maar voor nu moet ik het even gaan doen met deze. Waar is mijn andere ring trouwens? Of worden die niet hier gedropt? Jawel, toch? Jawel. In ieder geval, ik ga nu dus voor de retry en kijken hoe lang het gaat duren. Ik was ook tijdens het gevecht net een level omhoog gegaan. Ook best wel grappig trouwens. Oh ja, deze had ik net omlaag. Maar dus 2% minder tempo. Maar ja, boeien. Oké. Ik ga ervoor. Ik zie jullie zo als het gevecht een beetje vordert. Alright, hij is bijna knocked out. Dit gevecht duurt echt even, jongen. Het is nu al, even kijken hoor, bijna 8:30 in het spel. En het is nog steeds op volle gang. Ik heb er maar 4 potions over. Ik probeer zoveel mogelijk zijn attacks te vermijden. En mijn pet, die helpt me daarbij. Alleen het is wel echt een ziek gevecht. Hopelijk ga ik nu niet dood door recorden. Maar hij is bijna down. Ik moet het nog een paar keer doen. En dan hebben we echt een zieke prestatie geleverd voor een level 12 rogue. Eigenlijk kan ik nu moeten aanvallen. Alleen ik durf het niet echt heel erg aan met de recording. Want het lekt toch nog wel aardig. Oké, sla maar. Oké, nice. En... Oh, hij dodged hem. Oké, dan ga ik ook weer even in de dodging modus. Nia stars die helpen sowieso. Nog een paar hits moet hij. Oh crap, daar ging weer een zieke lag spike. Dat is een beetje het nadeel dus met recorden. Kijk, nu gaat hij mijn pet. Dan kan ik af en toe slapen. Wow, waarom raakte hij mij? Oké, dat was eng. Get down to the ground. Oké, nog een paar hits. En ja, stars. Je moet echt weg, want hij is echt ziek sterk. Hij kan me in één slag kan hij mijn down krijgen. Dus ik moet hem echt vermijden. Als hij gaat chargen, is het ook wel relaxed. Kom op, gaat chargen anders. Ja, nu gaat hij chargen. Dan moet je volgende counter gaan en hem knock-outen. Oké, nice. Nu hebben we hem. Oké, nu even weg. Potion. Oké, en een tegenaanval. En Nia Stars. Oké, hij is nu bijna down. Bijna down. Fight to your love breath. Nice. Oké, let's go. Hij is bijna down. Nog 2 specs. Ja, ik denk nog 2 specs of zo. Alright. Nia Stars. En... finish him off. Oké, hij leeft nog steeds. Wauw. Deze gast heeft echt zoveel levens. Dat wil je echt niet weten. En dat hij meer dan 10.000 heeft. Ja, heeft hij zeker wel. Zeker meer dan 10.000 levens. Dat is echt ziek. Oh yeah. Oké, mijn pet heeft hem zojuist gekilled. Nice. We zijn ook al meteen level 13. Ach, geweldig. Hoeveel XP kregen we eigenlijk? We kregen 18 platinum coins. Kregen we maar 16 XP? In het volgende level kregen we maar 16 XP. Nice. Eens kijken wat voor Fire Spirit we hebben gekregen dit keer. En we hebben het best wel nice gedaan. Juist, plus 34. Kijk, die is nu voor mijn level. Dat is chill. We zijn nu power level 38, level 13 rogue. Pretty nice. Was best wel een moeilijke boss. Eigenlijk was hij echt te moeilijk als je het mij vraagt. Maar we hebben het gefixt met de criticals. So yeah. Dat was het eigenlijk voor vandaag, jongens. Ja, het is al... ik heb lang doorgevochten vandaag. het is alweer 9:10. Zoals jullie zien, rechtsbovenin. Maar ik ga ermee ophouden. Ik ga even spullen pakken en zo. Dus ik zie jullie over 3 weekjes wel, denk ik. En heel misschien kan ik even nog wat vlogs regelen of vlogs of hoe je het wil noemen. Who knows, but ik zie jullie soon, guys. Bedankt voor het kijken. Laters.